Hallo allemaal, hoe gaat het met jullie? Zoals velen van jullie wel zullen weten, werk ik heel erg veel samen met de drakenenergie. Dat is denk ik toch al een laatste half jaar dat ik toch wel heel erg actief met de draken samenwerk. Nu heb ik onlangs ook gemerkt dat als je hebt dus zoals jullie misschien wel zullen weten, of misschien niet, dan leg ik het even uit. Je hebt heel veel verschillende soorten lichtwezens. Je hebt de engelen, je hebt de eenhoorns, je hebt de draken, je hebt de opgestegen meesters. En als jullie dit nog, opgestegen meesters of zo, niet kennen, kun je dit altijd typen op Google. En dan kom je daar automatisch wel bij uit van wat het precies zijn. En er is heel veel informatie over terug te vinden. Ja, ik werk dus heel. Ik heb het laatste jaar het meeste met de drakenenergie samengewerkt. En onlangs merk ik dus dat de eenhoornenergie ook meer aan het binnenkomen is in mijn leven. Dus eigenlijk de draken die openen de eenhoornsenergie voor mij. Om ook dat de eenhoorns mij ook dus begeleiden op mijn spirituele pad. En dus ja, als gidsen, dat er eenhoornsgidsen op mijn. Mijn gidsenteam is eigenlijk terechtkomen. En ja, dan merk ik heel erg zo van dat ik ja, meer en meer tot de eenhoorns begin aangetrokken te voelen. Dat ik ook meer met de eenhoorns ga samenwerken. Dus dat is ook van, denk ik, heel fijn en heel erg leuk dat dus de draken en de eenhoorns ook heel erg goed samenwerken met elkaar. Om dus ja, licht en liefde en zo te verspreiden. Andere mensen te helpen hun frequentie te verhogen. En je hebt ook net de natuurwezens, zoals de elfen, de engelen, de opgestegen meesters. En die werken natuurlijk ook allemaal heel erg samen voor het hoogste goed van voor ieder levend wezen en voor deze prachtige moeder aarde. Dus ik raad iedereen aan om altijd met deze gids, met engelen, eenhoorns, elfen, draken en zo te gaan samenwerken. Want je bereikt er heel erg veel mee. Zowel voor je eigen groei. Maar ook voor de prachtige planeet Moeder Aarde. Die ook heel erg healing en onze begeleiding en steun nodig heeft. Ik merk ook als ik bij mezelf zo'n healing doe. Sluit ik dus mijn ogen. En dan vraag ik dus mijn gidsen, dus de lichtwezens, vaak om healing of hulp bij iets. En voor mij is dat een teken dat ik ineens een heel felle lichtgroene kleur voor mijn gesloten oogleden zie. En dat is voor mij dan vaak ook een teken van, kijk, deze healing is goed aan het werken. En ik krijg ook een heel erg rustig gevoel door. Ik ben dan echt zo heel ontspannen. Ik heb echt zo de neiging om zo goed te ademen, in en uit te ademen. En ja, dat werkt wel echt. Ik zie het. Ik zie het dus eigenlijk ik zie het in kleuren voor mijn gesloten oogleden. Ik zie dan de groene kleur. Maar ik voel het ook in mijn lichaam. Dus ik krijg wel meermaals een bevestiging dan dat dit wel goed werkt. En achteraf, als ik dan bijvoorbeeld een kaart uit een orakelkaartendek trek, staat er ook nog vaak een boodschap bij die dan ook nog eens bevestigt eigenlijk het onderwerp of het thema waar ik mee bezig was. Bevestigt deze kaart dan ook nog eens dat deze dus dat ik echt wel op het goede pad ben. Dus ik vind het ook wel heel erg leuk om zoveel bevestigingen te krijgen. Dus dit onderwerp wil ik nog even graag met jullie delen. Ik wens jullie allemaal nog heel erg veel liefs van mij.